Het idee heet opgeruimd staat netjes. We liepen er tegenaan dat de bewoners op het PG-Oostkwartier, de bewoners worden steeds complexer, er worden steeds meer hulpmiddelen bij de mensen ingezet en het gevolg was, die hulpmiddelen lagen overal op de kamer en we waren op zoek naar een plek waar we dat allemaal goed op konden bergen. En toen kwam er vanuit de werkgroep het idee, we kunnen misschien zelf iets gaan bedenken. Toen hebben we toen werd het idee geboren van nou, we willen een zak aan het voeteneind van het bed. En toen hebben we een vrijwilligster in de arm genomen en die was heel handig met de naaimachine en die heeft voor ons een proefmodel gemaakt. Nou, die zetten we zeg maar vast aan het bed en er zit een vrij grote elastiekrand aan. Dit idee is denk ik het beste idee van Groenhuizen omdat het komt vanuit de medewerkers en dat vind ik de kracht van dit idee. Dit is echt bedacht door de medewerkers. Mijn overtuiging is, medewerkers weten het beste wat de knelpunten in hun werkproces zitten. En je ziet het ook, ze weten vaak de beste oplossingen. En het blijkt gewoon dat het ook gewoon werkt. Het is praktisch, het helpt de mensen in hun werk. En je ziet gewoon, vanaf dag 1 werden die dingen opgehangen en worden ze gebruikt. Dat is de winst voor de medewerker, maar er zit ook nog een winst voor de bewoner, vind ik. En de winst voor de bewoner en voor de familie zit hem in een opgeruimde omgeving. Het is ook van stof, je kan hem dus ook uitwassen. Ja. Dat is ook hygiënisch. Ja. En er zit ook nog een stukje winst in cliëntveiligheid. Valgevaar zit ik dan aan te denken. De spullen lagen overal met het risico dat de mensen daarover konden vallen. En een stukje, toch gewoon ook een stukje professionele uitstraling.